En hallo iedereen van Biontown, welkom bij hashtag top 5. Ik ben de gast hier, Jordi. We gaan kijken naar de top 5 video's van deze week op Biontown. En de nummer 5 van deze week is namelijk de speedart van Bart. Zoals jullie kunnen zien in de achtergrond. Als jullie deze video helemaal willen zien, kunnen jullie nu op het scherm klikken. Er is een link naar zijn YouTube video op Biontown. En dan kunnen jullie de hele video bekijken. Daar kunnen jullie ook namelijk de background downloaden die hij hier en deze speedart heeft gemaakt. En die kunnen we dan gebruiken als background. In ieder geval op naar de nummer 4. En de nummer 4 van deze week is twee romantische jongens in Minecraft. En jullie vragen je af, Jordi, waarom heet het nou zo? Nou, het heeft één specifieke reden en dat is om deze reden. Oké, Jordi, dit is dagelijks, althans het is van maandag tot en met donderdag dit, hè? Ja. Oh, dank je, dat is romantisch. Wat ga je doen? Ik heb er nog één voor je. Ik heb er al een heel bosje bloemen voor je. Dit ziet er zo gay uit! Jordi, stop! Maar natuurlijk is dat niet het enigste grappige wat er is gebeurd in deze Let's Play van Tekkit. Als jullie meer van deze Let's Play willen zien, kunnen jullie nu op het scherm klikken en kunnen jullie nu naar de Let's Play van Tekkit toe gaan. En kunnen jullie daar al onze grappige avonturen zien. In ieder geval op naar de nummer 3. Goed gezegd, Bardo en Jordi. Een goed schietspel is namelijk geen Call of Duty. En waarom niet dan, Jordi? Dat is een hele goede vraag die jij zojuist aan jezelf stelt. Nou, Jordi, geef daar eens een keertje antwoord op. Zoals je kan horen, ik vind Call of Duty een redelijk kutspel. Maar ja, als jij dat dan niet zo vindt, kan je net zo goed even naar deze video toe gaan en zeggen waarom je dat niet vindt. En daarom is deze video ook de nummer 3 geworden van deze lijst, aangezien die onwijs veel commotie opbracht bij de mensen. En daarom ook heel erg goed bekeken is. Dus klik op deze video als jij jouw mening achter wil laten over deze video. Op naar de nummer 2. En de nummer 2 van deze week is geworden Rick's telefonische avonturen. Meer hoef ik eigenlijk niet te zeggen, dit is gewoon echt een van de betere video's op Biontown geworden. Hij is super vet. Luister me even naar het kleine stukje. Hallo? Is dit de Alzheimer dan alleen? Ja. Ik kamp al een tijdje met een probleem en mijn familie heeft gezegd dat ik het beste u kon bellen. Dat kan. Want ik weet niet zo. Ik vergeet wat er gebeurt en wat ik meemaak. In deze video bellen onze jongens dus de Alzheimerlijn. Super vet natuurlijk. Kijk even ernaar. En laat een reactie achter wat jij de volgende keer wilt zien in een Rick's telefonische avontuur. Je kunt natuurlijk weer klikken op het beeldscherm om die super vette video heel snel te kunnen zien op jouw beeldscherm. In ieder geval, we gaan nu naar de top 1 van de hashtag top 5 van deze week. En op nummer 1 staat, wij zijn oliesheiken in Minecraft. Waarom? Dat is een hele goede vraag. Nou, ik heb mezelf verluld. Ga maar even kijken. Ik wil wel eens een keertje dansen, ja, voor jullie. Ja, ga je dat doen? Nee. Bij 1000 groene duimpjes. Dansen bij 1000 groene duimpjes. Te bedenken dat de video eigenlijk nooit 1000 groene duimpjes zou halen. Uiteindelijk was de score 1324 om 17. Al dus, ik ga dansen. In ieder geval, dat was de nummer 1 van deze week. De muziek is afgelopen. Dus vond deze video dan leuk dan een groen duimpje. Willen jullie meer? Abonneer eens een keer de volgende keer. En de volgende keer gaan we dan weer verder met een nieuwe top 5 van de volgende week. In ieder geval,